Goedemorgen. Fijn om weer samen te zijn. Ik ben een beetje buiten adem, want ik heb meegedanst. Maar we gaan weer een fijne dienst samen hebben. En de titel van de overdenking, die is De Dagen na de Opstanding. Beste mensen, het paasfeest is weer voorbij. En we zijn nu eigenlijk op weg naar het volgende christelijke feest. Eerst komt Hemelvaartsdag en dan het Pinksterfeest. Nu, wat gebeurde er allemaal tussen Pasen en Pinksteren? En we gaan in die zoektocht aardig wat teksten uit de Bijbel lezen. Het gaat er inderdaad niet om wat ik allemaal te vertellen heb, maar het gaat erom wat zegt het woord van God. Wat heeft dat woord van God tot ons te zeggen? En we gaan even een tekst lezen, een gedeelte uit Johannes, hoofdstuk 14, van het 23ste en het 24ste vers. En later lezen we nog vers 25 en 26. En daar staat, Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. En wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. En dan gaan we even verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 25 en 26. En daar staat, dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. De teksten die we zojuist hebben gelezen, die geven heel duidelijk aan dat het bewaren en het herinneren van Jezus' woorden heel belangrijk zijn. Nou, wat gebeurde er allemaal in de dagen vlak na de opstanding van Jezus? Die dagen tussen het paasfeest en het Pinksterfeest. Ach, ze hadden al zoveel te verwerken gehad vlak voor het paasfeest. De discipelen die waren ja best wel verward toen Jezus gearresteerd werd. Dat hadden ze eigenlijk helemaal niet verwacht. Hun wereld stortte als het ware helemaal in één toen dat in één keer plaatsvond. En een totale verandering in hetgeen wat ze eigenlijk hadden gedacht en voorzien. Maar toch, Jezus had dat allemaal zo duidelijk voorzegd. Hij had het er regelmatig met hen over gehad. Hij was uiterst duidelijk geweest in zijn uitleg. Laten we daar eens iets over lezen in Matteüs 16, vers 21. Daar staat, en vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priester en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Nou, ik zou bijna zeggen, duidelijker dan zo? Dat kan toch eigenlijk niet? Alles wat zou gaan gebeuren, was door hem heel helder en heel duidelijk gezegd en uitgesproken. Maar op de een of andere manier was het niet tot de discipelen doorgedrongen. De kern van deze boodschap was eigenlijk aan hen voorbij gegaan. Weet u, vaak herinneren wij ons pas woorden van de Heer als iets voorbij is. Terwijl Jezus juist zijn woord geeft als een profetisch woord. Hij wil dat wij de dingen weten voordat ze gaan gebeuren. Dat is het bijzondere van Gods woord. Het is profetisch, het is voorspellend. Het openbaart meer dan hetgeen er nu op dit moment zichtbaar is. En weet u, als we naar het journaal, naar het nieuws op de tv kijken, dan is alles wat ze brengen, dat zijn meestal dingen die al gebeurd zijn. Nou, Jezus
die geeft dingen door die nog komen gaan. Jezus' lijden ging aan de discipelen voorbij. En dan in één keer nadat het gebeurd is en hij is opgestaan, dan gaan zij zich dingen herinneren. Herinneren. Weet je, als je ouder wordt, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste ga je dingen vergeten. En het tweede weet ik even niet meer. Lucas 22, vers 61. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. Petrus, die eerst zo heel duidelijk had gezegd: ik ga u nooit verlaten, ik ga u niet verraden, ik ben bereid met u te sterven. En ook de andere discipelen die zeiden dat. Maar toen Jezus daar was en ze hadden hem gearresteerd, ze hadden hem gevangen genomen en hij stond daar bij een vuur. De Heere Jezus draaide zich om en keek Petrus aan en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zal je mij driemaal verloochenen. Hij gaat het herinneren nadat het gebeurd is. Lucas 24, vers 6 tot 8. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. Dat waren de woorden van de engel die was bij het graf. Herinner je het niet? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars. En moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En dan staat er zo prachtig. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ditzelfde gebeurde ook bij de discipelen. Dat lezen we in Johannes 2, vers 22. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Weet je, als je Gods woorden gaat herinneren en je ziet ze uitkomen wat hij gesproken heeft, dan neemt het geloof in je leven toe. De discipelen hadden de woorden van Jezus vergeten en in het bijzonder de dingen die ze eigenlijk liever niet hadden willen horen. En laten we eerlijk zijn, doen wij soms niet precies hetzelfde? Op een of andere manier sluiten wij onze oren of ons hart toe voor de woorden van Jezus die ons misschien eventjes wat minder goed bevallen. Misschien dingen waar we eventjes geen trek in hebben. Zaken die ons even niet goed uitkomen op dit moment. Als dat gaat gebeuren wat Jezus reeds gezegd heeft, dan gaan we het ons pas weer herinneren. Wij zijn dan misschien even van streek, want ook al heeft hij het wel gezegd, we moeten dan toegeven, ik wilde het eigenlijk niet horen. Wij hebben ons hart misschien toegesloten op zo'n moment voor zijn woord. Hetgeen wat zou gaan gebeuren, beviel ons niet. Het voldeed misschien niet aan onze verwachtingen en daarom hebben we het misschien gewoon ergens weggestopt. En eigenlijk deden de discipelen precies hetzelfde. Jezus had voorzegd dat hij zou gaan lijden. Jezus had het duidelijk uitgesproken dat hij zou sterven. Nu, daar zitten ze eigenlijk helemaal niet op te wachten. Daar hadden ze toch niet 3 jaar van hun leven voor geïnvesteerd? Daarvoor hadden ze toch niet hun banen en hun vrienden en hun zaken aan de kant gezet? Nee, ze hadden hele andere plannen. Ze wilden aan zijn rechterhand zitten als hij de koning zou worden. En iemand stuurde zelfs zijn moeder erop af om een goed woordje bij Jezus te doen. Nu woorden over lijden,
en over sterven. Ach ja, ze hadden die woorden wel gehoord. Maar ze wilden die woorden eigenlijk helemaal niet serieus nemen. Dat paste gewoon niet in hun verwachtingspatroon. Ze wisten het niet goed te plaatsen. Misschien wilden ze het zelfs niet plaatsen. Ook wij doen soms net alsof ons iets vreemds overkomt. Terwijl hij het wel voorspeld heeft. Wat zouden die dingen kunnen zijn die Jezus gezegd heeft aan hen die hem willen gaan volgen? Dingen die wij misschien eigenlijk liever niet horen, maar die hij wel gezegd heeft. En dan zegt u misschien, ach Anton, is het wel goed om daarover na te denken? Broeder Goldberg, worden wij daar dan wel blij en vrolijk van? Is dat wel bemoedigend? Zal ik eens een paar teksten citeren van dingen die Jezus gezegd heeft? Wilt u wat fijne dingen horen? Die daar makkelijk ingaan? Matteüs 28, vers 20. Houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Gelooft u dat? Wat een mooie tekst. Ja, Anton, daar worden we blij van. Johannes 12, vers 46. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Prachtig. Zal ik nog een paar teksten uit Gods woord citeren? 1 Petrus 4, vers 12, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Geliefde broeders en zusters, bent u een broeder, bent u een zuster, dan is het aan u gericht. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat, er overkomt u niets uitzonderlijks. Petrus zegt eigenlijk, beste mensen, even wakker worden. De dingen die gebeuren niet zomaar. De moeilijke dingen, die horen er ook bij. Dat weten jullie toch? Doe nu niet net alsof er iets vreemds aan de hand is. We lezen ook nog even een tekst uit 1 Petrus 4, vers 13. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Och, och, is het Petrus in de bol geschoten? Waarom moet hij ons nou deze morgen lastigvallen met zo'n tekst? Nee, Petrus moet zich waarschijnlijk de woorden van Jezus herinneren. En hij probeert de mensen te waarschuwen. Hij probeert hen te herinneren dat het volgen van Jezus ook een prijs heeft. Petrus weet maar al te goed dat je zo gemakkelijk de moeilijke dingen wegstopt en misschien in je hart ze onderdrukt. Hij heeft dat namelijk zelf ook gedaan. Misschien denkt hij zelf nog even terug aan die haan en de woorden van Jezus bij het laatste avondmaal. Petrus herinnerde zich de woorden van Jezus. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Ik ben nieuwsgierig hoeveel mensen die thuis nu naar deze uitzending kijken, nu zeggen halleluja. We gaan nog een tekst lezen uit Matteüs 10, vers 38. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Ik heb nog een fijne tekst voor u deze morgen. Daar komt hij. En jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Hé, Anton, moest dat nou?
deze tekst. Maar hij staat er en het zijn woorden van Jezus. En het is goed ze te herinneren. En dan lezen we ook nog even een tekst uit Johannes 15, vers 20. Daar staat, denk aan wat ik gezegd heb. Daar heb je weer dat aspect van herinneren. Herinner je hetgeen wat ik naar jullie heb gecommuniceerd? Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Halleluja. Beste mensen, herinneren wij ons die woorden van Jezus wel? Zijn we er wel van overtuigd dat zijn woorden vaak profetisch zijn? En zo lezen we in Matteüs hoofdstuk 5, vers 11 en 12. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en aan allerlei kwaad en allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Ik ga vier woorden zeggen. Niet leuk, wel waar. Maar de discipelen waren niet alleen zijn input vergeten over zijn lijden, maar ze waren ook het stukje van de opstanding vergeten. Dat herinnerden ze zich ook niet. Maar de discipelen waren dus niet alleen de input vergeten over hetgeen wat hij gezegd over de kruisiging, maar ook de input dat hij na drie dagen zou opstaan. Ook de woorden van hoop, die waren ze kwijtgeraakt. Ook die woorden hadden ze eventjes in hun hart geen plaats weten te geven. Lucas 24, vers 12. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. En daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. En dan vraag ik me af, beste Petrus, hoe kon jij op dat moment verwonderd zijn? Jezus had het al zo lang en zo vaak gezegd. Ze waren het even helemaal kwijt. Ze herinnerden zich zijn woorden niet. Maar hoe liefdevol is dan de houding van Jezus? Hij maakt hen geen verwijten. Er is geen afkeuring. Hij is daar gewoon vol van genade en liefde en hij gaat hen opzoeken, hij gaat hen bezoeken. En langzaamaan gaat hij zich steeds verder aan hen openbaren. En ook dan gaat hij weer spreken over iets wat de discipelen eigenlijk liever niet wilden horen. Hij begint te spreken over zijn heengaan. Hij zal terugkeren naar de Vader op hemelvaartsdag. Jezus zegt eigenlijk tegen zijn discipelen, ik ga terug naar de Vader, ik ga vanuit huis werken. Functie elders. Johannes 16, vers 4. Daar staat, maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb. Jezus die maakt zich iedere keer zorgen, hij besteedt daar iedere keer aandacht aan, dat zijn discipelen, zijn volgelingen, de woorden die hij gesproken heeft, maar zullen herinneren. Doch dit heb ik u niet van het begin aan gezegd, omdat ik bij u was, zegt Jezus. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet komen, maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden.
Halleluja. Lezen we nog even verder in vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Jezus zegt, de trooster, de geest zal komen om de weg te wijzen naar de volle waarheid. Broeders en zusters, vrienden, wat is de waarheid? Er is veel discussie over de laatste tijd. Wat is de waarheid? Misschien is het een betere vraag om te stellen, wie is de waarheid? En er staat er zo prachtig beschreven in Johannes, hoofdstuk 18, vers 37 en 38. En Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Vraagteken. En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik de koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, omdat ik van de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus die zei, wat is de waarheid? Weet u, de waarheid is geen opinie. De waarheid is geen mening van de meerderheid. De waarheid is een persoon en zijn naam is Jezus. En de Geest is gekomen om ons naar Hem te leiden. Dus alles wat niet naar Hem toeleidt, daar kunnen we gewoon van zeggen dat is niet van de Geest. En dan zegt Hij nog verder, in Johannes 16, vers 25 en 26. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Broeders en zusters, daar gaat het om. Vrienden, daar gaat het om. De Heilige Geest wil ons doen herinneren de woorden van Jezus. En soms zijn dat hele bemoedigende woorden, soms zijn het waarschuwingen. Soms zijn het dingen die best wel hard aankomen. Maar het zijn de woorden van onze Heer. En weet u, de Heilige Geest wil ons de woorden van Jezus doen herinneren. Hij is er om in ons hart van Hem te getuigen. En de Geest leidt ons naar Jezus en naar de Vader toe. En Hij wil dat we steeds meer op Hem gaan lijken. Dat we zijn woorden herinneren. En dat zijn woorden een plaats en een plek krijgen diep in ons hart. Wat een prachtige tekst. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Ik zie wel eens bijbels van medegelovigen. En daar is dan met kleurpotloden zijn allemaal teksten onderstreept en ingekleurd. De tekst
Ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Die is meestal niet ingekleurd. De tekst van neem uw kruis op en volg mij. Die is meestal ook niet ingekleurd. Wij kleuren de dingen in, wij willen die accentueren, de mooie uitspraken. Maar de Heilige Geest wil ons leiden en wil ons hart vervullen, opdat wij alle woorden die Hij tot ons gesproken heeft, zullen herinneren. En dan wil ik nog even afsluiten met die ene tekst die ik eerder heb gelezen. Ik zal met jullie zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. En ook in deze coronatijd, waarin allerlei dingen anders lopen dan normaal, en we beperkingen hebben en restricties, Jezus is bij ons. En de Heilige Geest wil ons zijn woorden in ons hart doen herinneren. Amen. Zullen we nog samen bidden? Hemelse Vader, wij danken u dat Jezus is gekomen, dat hij de prijs heeft betaald op het kruis van Golgotha, dat hij gehoorzaam is geweest tot aan het eind. En we danken u dat hij is opgestaan uit de dood en nu gezeten is aan de rechterhand van God. En dat hij beloofd heeft dat hij voor ons bidt en voor ons pleit. En dank u dat de Heilige Geest ook is uitgestort met Pinksteren. En dat de Heilige Geest ons alle woorden van Jezus wil doen herinneren. Heer, als wij misschien dingen hebben weggestopt in ons geloofsleven omdat we die teksten moeilijk vinden en daar eigenlijk een andere draai aan willen geven. Help ons maar, Heer, om uw woorden te herinneren zoals u ze heeft gesproken. En ze een plaats te geven in ons hart. En ervan overtuigd te zijn dat u altijd bij ons bent. Amen.